Vandaag ben ik in het prachtige Assen en ik ga vandaag rijden met de derde generatie van de traditionele Lada. En die staat beter bekend in Rusland als Zhiguli of intern als VAZ2106. Hoe dat rijdt, daar ga ik je vandaag alles over vertellen in deze video. Laten we beginnen. Dus de traditionele Lada, in dit geval een 1300 uit 1980. Nou, de regering van de Sovjet-Unie was na de Tweede Wereldoorlog op zoek naar een auto voor het volk. En na wat omzwervingen kwamen ze uit bij Fiat, en namelijk bij de Fiat 124. En dat was een auto die had in 1967 de prijs gewonnen voor beste auto van Europa. Car of the Year op Europees vlak wat dat betreft. En vervolgens hebben ze die auto op 800 punten aangepast. Om een aantal voorbeelden te noemen. Het plaatstaal was een heel stuk beter. Het chassis kreeg een aantal verstevigingen. Aanvankelijke aluminium remtrommels aan de achterzijde. Een beschermer voor de kattenpan. Maar ook een door NAMI zelf ontwikkelde motor met een enkel bovenliggende nokkenas. En NAMI is het onderzoeksinstituut in Rusland voor motoren. Nou, er zijn in totaal vier generaties van die op de Fiat 124 gebaseerde Lada's gebouwd. Namelijk de 2101, de 2103, 2106 en de 2107. En dat is eigenlijk iedere keer een evolutie geweest van die eerste basis. En vandaag rij ik met het model 2106 en die heeft als bijnaam Shestjorka. En dat is natuurlijk weer vanwege de 06, oftewel de zesde betekent dat in het Russisch. Nou, deze Lada is geleverd met verschillende motorvarianten. Zelfs een 1800 turbo versie met 240 pk, dat was een speciale rallyuitvoering. Maar deze heeft de lichtste motorvariant, namelijk een 1300 cc motortje. Het is een 4-cilinder en die levert ongeveer 68 pk. En die is normaal gesproken fabriek af, gekoppeld aan een 4-versnellingen handbak. Maar in dit geval heeft de eigenaar ervoor gekozen om de auto om te bouwen naar een 5-bak van een latere generatie. Ja, en dan zou je denken, goh, dat motortje heeft wat weinig vermogen. Maar ik moet zeggen dat zo tot en met 100, 110 is dat gewoon helemaal prima. Ja, en qua onderstel heeft hij rondom gewoon een veer met een schokbreker. Met aan de voorzijde een dubbele draagarm. Ja, dat is natuurlijk gebouwd voor die wat ruigere Russische wegen. Dus ik moet zeggen dat het op zich prima comfortabel is. Het is niet heel erg stug, maar het is ook niet heel erg zacht. En het komt het best tot zijn recht als je toch wel met redelijke snelheid over een redelijk hobbelige weg rijdt. Ik moet zeggen, dan deinst je er hartstikke mooi overheen. Maar het is niet heel erg precies en het is wat dat betreft bepaald geen raceauto, dat niet. Nou ja, remmen zitten er natuurlijk ook op. Aan de voorzijde schijfremmen met een remklauw met een dubbele piston. En aan de achterzijde zitten er remtrommels op van aluminium, dus trommelremmen. Nou, wat ik me opviel toen ik door de originele brochure lees van het voertuig is dat dit een auto is met een soort vroeg ABS systeem, dus er zit een soort remkrachtverdeler op wat zoveel als mogelijk zou moeten voorkomen dat de auto blokkeert. Dus wat dat betreft was het zijn tijd al redelijk voor. Dan een aantal zaken die opvallen in het interieur. Wat ik ook in de brochure las is dat bij min 25 buitentemperatuur de kachel nog steeds in staat is om het binnen in de auto tot plus 25 te stoken. Dus dat past fantastisch bij het zware Russische weer natuurlijk. Nou, een ander mooi iets wat mij opviel was dat er lampjes zaten in de deuren. Dus op het moment dat je de deur open doet scheen er in die tijd al een lampje. Uit veiligheidsoverwegingen voor achteropkomend verkeer.
Ja, en ik kan mij geen andere auto zo bedenken die dat in die tijd al had. Dus volgens mij lagen ze daar redelijk op hun tijd voor. En daarnaast las ik dat de uitlaatdemper in die tijd al geheel van roestvrij staal was. Dus dat vond ik ook wel heel erg tof. Ook heeft de auto een vorstbestendige handrem. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar klinkt wel heel erg logisch in het Russische klimaat. En daarnaast in die tijd ook al een waarschuwingslampje als de remvloeistof onder het minimumniveau kwam. Dus ja, al met al toch wel een aantal voor die tijd verrassende dingen op een auto voor het volk. Ook bood Lada Nederland 1 jaar lang garantie zonder kilometerbeperking. Dus ik denk dat mensen in die tijd wel gemiddeld wat minder kilometers reden dan nu. Maar qua garantievoorwaarden voor die tijd was het natuurlijk helemaal niet zo slecht. Ja, met betrekking tot het interieur doet het me een klein beetje denken aan Italiaanse auto's uit die tijd. Je hebt die prachtige klokjes. Ik moet zeggen dat de kilometerteller er ook prachtig mooi uitziet. En de toerenteller. Kleine klokjes daarnaast voor benzine, watertemperatuur en oliedruk. In het midden van de console zat er een prachtig mooi analoge tijdklokje. Wat zelfs splinternieuwe Porsches van nu nog steeds hebben. Met heel mooi de A en de V erin in het Cyrillisch, wat natuurlijk staat voor de producent Avtovaz. Ja, wat me opvalt, het stuur is heel erg mooi dun. Prachtig mooie indruk in het midden. En het exemplaar waar ik vandaag mee rij valt op door het prachtige interieur. Dat is nog geheel in originele staat. Sowieso is de gehele auto in prachtige toestand. Het is geïmporteerd uit Litouwen van origine. En de huidige eigenaar heeft er alles aan gedaan om de auto zo tiptop mogelijk te houden en te krijgen. En ja, dat valt echt op. Ziet er gewoon prachtig uit voor zijn leeftijd. Ja, Lada stond natuurlijk in Nederland niet bekend als de meest fantastische auto. Maar als je er zo mee rijdt, valt me wel op dat het een enorme, zware, sterke en degelijke auto is. Kijk, ze hebben hem gebouwd tot 2006 en vanaf 1991 was er natuurlijk al amper importrestricties meer om buitenlandse auto's te importeren. En hij is tot en met 2006 ook nog best wel verkocht. Dus dat toont wel aan dat het niet alleen een hele geliefde auto was, maar ook kwalitatief toch een prima auto. Ja, en ik heb door de jaren heen met heel wat supercars mogen rijden als Porsche GT3 RS, Nissan GTS, Ferraris. Alleen als kleine jongen ging ik vaak naar mijn opa en oma in Zwolle. En in Zwolle was een Lada dealer waar wij altijd langs reden. En ja, jeugdsentiment is natuurlijk iets heel sterks. En misschien dat ik het daarom nu zo leuk vind om met die oude Ladatjes te rijden, was ik me aan het bedenken. De op de Fiat 124 gebaseerde Lada, oftewel Jiguli, is in totaal 36 jaar in productie geweest. Vele miljoenen auto's zijn ervan verkocht en meerdere generaties weten dan ook niet anders hoe het is om met een Lada te rijden. Dus wat dat betreft is ook deze auto een onverwoestbare Sovjet-legende. Graag tot de volgende keer, tot ziens.